De brandweerkorpsen van Laarbeek zijn vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan het Smeerven in Mariehout. Ze kregen hierbij ondersteuning van de hoogwerker van brandweerkorps Helmond. Onder een carport bleek brand te zijn ontstaan die oversloeg naar de woning. Bij aankomst van de brandweerlieden sloegen de vlammen meters hoog uit de overkapping. De brand heeft veel schade aangericht, ook aan een oude tractor die onder de carport stond. Door de inzet van de brandweerkorpsen kon voorkomen worden dat de woning verloren ging. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.